Op het eerste gezicht lijkt het business as usual op de redactie van het Dagblad van het Noorden. Maar dat is het niet. Gevoel van opluchting en blijdschap overheerst op de nieuwsvloer. Want met de nieuwe eigenaren kan de krant eindelijk weer vooruit, zo is de gedachte. Er komt een einde aan een onzekere periode en we kunnen weer de blik richten op de toekomst. En dat is voor ons heel belangrijk. Ook met het oog op alle veranderingen in het medialandschap. We willen graag investeren, ook in digitale uitingen. En daar zien we nu weer mogelijkheden toe. Het is in elk geval heel bijzonder nieuws. Ik bedoel, er zijn geen andere dagbladuitgeverijen in Nederland waar de meerderheid van de aandelen in handen is van ideële aandeelhouders, die echt het behoud van een cultureel erfgoed als voornaamste doel hebben. En het is om aan ons als redactie om dat vertrouwen niet te beschamen door een goede krant te maken, maar ook om te kijken of we onze journalistieke producten via andere media en kanalen dan alleen de krant kunnen verbreiden. De overname is nodig omdat het moederbedrijf van de krant in zwaar weer verkeerde na een aantal verliesgevende overnames. Hierdoor was de totale schuldenlast opgelopen tot 180 miljoen euro. Onder de NDC Media Groep vielen verschillende uitgeverijen, maar ook de Leeuwarden Courant, het Dagblad van het Noorden en de Huis aan Huisbladen. Het krantenbedrijf komt nu in handen van één nieuwe partij. Wij gaan zonder schulden over, dus we beginnen gewoon overnieuw. En wat we gaan doen is opnieuw kijken naar de onderneming, maar dat doen we dan zeg maar onder aanvoering van onze nieuwe aandeelhouder. En ik denk dat wij de tering naar de nering moeten zetten, want de markt voor kranten wordt steeds kleiner. Dus we zullen opnieuw naar de organisatie gaan kijken. Welke gevolgen heeft dat voor het personeel? Ik denk dat we met minder personeel zullen toe moeten in de toekomst. Hoeveel en wanneer, welke snelheid, dat is nu nog niet duidelijk. Maar iedereen wist, dat gaat weer een keer gebeuren. Het zijn voor iedereen onzekere tijden. We gaan ervan uit dat die nieuwe eigenaar ervoor zal zorgen dat wij een goede krant kunnen blijven maken. Volgens mij heeft deze eigenaar wel goed door dat die nieuwsvoorziening belangrijk is. Dus mogen we ervan uitgaan dat ze dat zullen zorgen dat we dat ook kunnen doen. De nieuwe eigenaren willen in ieder geval investeren in nieuwe apps en de website van de krant. Naar verwachting wordt begin februari de overname definitief.